Ja, vrienden. Ja. Ik doe hem even af, hoor. Even naar beneden. Ja, kijk, er is geen hond te bekennen, hè. Kijk, niemand hier. Dus niks aan de hand. Luister even goed. Dat kabinet, die zitten nu bij elkaar. En die zitten alsmaar te piekeren over met zware discussies hoe het nou verder moet met alle maatregelen. Ja, want nou weten ze het niet meer. Want ja, want half Europa, die hebben de deur dichtgegooid. Die hebben gezegd, oké, lockdown, zoek het uit en klaar. En in Nederland zitten ze druk te denken, moeten we nou strengere maatregelen, niet strengere maatregelen, enzovoort, enzovoort. Daar gaat het over. En ik denk, eigenlijk één maatregel is heel erg van belang. En dat is, kijk even bij mij hier. Kijk hier, zie je dit? Kijk, de horeca, kijk, horeca, die is gewoon open hier in Spanje. En ik zou denken bij mezelf, hé jongens, doe dat nou ook in Nederland. Neem dit over, deze maatregel. Kijk hier, hier hebben we alleen op dit moment, dat is van belang, een avondklok. Ja, 's avonds om een uurtje of 11. Iedereen dicht, horeca ook dicht, klaar. Tot 's morgens 6 uur, niemand meer op straat en de groeten. Dat is hem. Die maatregel moet je overnemen. Maar niet alles dichtgooien, die hele horeca. Die arme, arme horeca. Alsof die het altijd maar gedaan hebben. En dat is niet zo natuurlijk. Nee. Nee, dat zijn die halve garen. Die elke keer maar weer die coronafeesten geven. En die maar weer ergens in een bos met z'n allen lekker gaan staan knuffelen en gek doen en zuipen. Die maken het dat de horeca dicht moet blijven. Ja, en dus als jullie jongeren daar nou eens even vrolijk mee ophouden met die flauwekul, dan kan de horeca gewoon open. En dan tot 's avonds een uurtje of 11. Ja, want wat weten we nou? En dat weet ik, omdat ik hier zit. Het leven wordt heel veel leuker. Met horeca. Ja, want dan kan je lekker naar een terrasje toe. Je kan eens lekker naar een restaurantje toe. Dat is toch het leven. Dat maakt toch de lol. Dat is toch het plezier. En dat zouden ze dus in Nederland ook moeten doen. Want dan accepteren de mensen ook veel makkelijker die maatregelen als het leven veel leuker is. Dus, hey, nogmaals, ik stel voor, jongens, gewoon horeca weer open, restaurants weer open, kabinet doen.